Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 11 oktober. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt en ik weet niet echt goed mijn draai te vinden, want ik zit recht met mijn gezicht in de zon. Maar goed. Kom eens, muis. Hebbes. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Politie Rotterdam met Ewout. Ik vond dat deze uitzendingen sowieso best wel heftig gelijk voor een eerste. Zo liep er een man op de snelweg. Die had wat te veel alcohol in zijn lichaam zitten. En die hebben ze wel uiteindelijk van de snelweg afgekregen. Maar die kon ieder moment aangereden worden. Best wel veel heftige ruzies er ook in. Maar dat einde vond ik echt heel heftig. En ik heb daar toch ook wel een puntje van kritiek op. Want ik had het zelf wel heel prettig gevonden als ze een waarschuwing hadden geplaatst dat deze beelden als heel heftig konden worden ervaren. Want wat gebeurde er? Ze zitten eigenlijk in de auto. Ze zijn gewoon aan het rijden en ze zien ineens een gevecht tussen twee honden. Dus een grote hond die heeft een klein hondje vast. Ze proberen die hond los te krijgen. Het baasje van die grote hond, die kan hem gewoon niet in bedwang houden. Dat lukt allemaal niet. Ze zeggen op een gegeven moment ook, ja, als hij nu niet loslaat, moeten we gaan taseren. Nee, alsjeblieft niet, zei dat baasje ook. Het baasje van dat kleine hondje probeert natuurlijk zijn hondje te redden. Die raakt er ook wel een beetje bij gewond. Uiteindelijk is die hond wel losgekomen, maar het is voor het kleine hondje gewoon niet goed afgelopen. En dat vond ik echt afgrijzelijk. Het was echt verschrikkelijk om te zien. Dat hondje heeft het niet overleefd. En ik had toch graag een waarschuwing erbij gehad. Want ik vond het echt verschrikkelijk om te zien. En ook gewoon dat baasje zo zielig. En het was een grote vriend en hij was nu alleen. En het was zo schrijnend om te zien. En ik vond dat er een beetje weinig aandacht was, zeg maar, voor dat baasje. Uiteindelijk hebben ze die grote hond wel in beslag genomen. Maar die is uiteindelijk wel weer terug bij de baasjes gekomen, omdat die verder niet gevaarlijk bleek te zijn. Maar ja, een waarschuwing was wel fijn geweest. En dat zeiden heel veel andere mensen ook. Daar was toch echt wel een punt van kritiek op. En ik snap het heel goed. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik de vlog verder gaan afmaken. En heb ik nog mijn foto's bewerkt. Toen ben ik mijn Netflix-serie verder gaan kijken en even Videoland. En toen ben ik naar bed gegaan om een nieuw boek te lezen. En dat was wel een heel mooi boek die je weer moeilijk weglegt, omdat het lekker makkelijk weglezen. Dus dat was wel leuk. Toen ben ik gaan slapen, maar ik heb twee flinke nachtmerries gehad. Dus dat was even wat minder fijn. Maar goed. Ik ga zo even een was aanzetten. Ik ga hier de boel doen en ik heb een heel groot probleem in de douche. Want ik moet dus letterlijk mijn douche gaan ontstoppen, want ik heb elke dag momenteel na het douchen een waterbelet. Mijn douche loopt helemaal vol met water. Dus die moet gewoon ontstopt worden. Ik had maandag al wel heel wat haren eruit gehaald, maar ik moet het weer even gaan inspecteren. En dan moet ik eventjes gaan kijken of ik dat kan oplossen, want het loopt helemaal vol. Het is niet goed. Dus ik ga er zo even naar kijken, dus ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus ik ga eventjes aan de gang met de dingetjes die ik wil doen. Dus ik ga muziek aanzetten en een wasje erin doen. En dan gaan we aan de gang.
Zo, en nu vind ik hem helemaal af, zo met de kaars erbij. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Zo, ik vind het roze er ook wel mooi bij staan. Dus ja, helemaal happy. Zo, ik ben lekker klaar. De was is nog aan het draaien, maar die is denk ik ook wel bijna klaar. Maar alles is in ieder geval weer lekker gedaan, dus dat was wel fijn. Klein beetje in mijn bullet journal gedaan, dus ging wel goed. Zoals jullie kunnen zien heb ik mijn nieuwe horlogebandje eromheen gedaan, die ik voor mijn verjaardag had gehad. En die werkt dus heel makkelijk met zo'n clipje. Ja, dat vind ik wel heel fijn. Hij zit, op dit moment heb ik hem even niet zo heel strak, maar je kunt hem dus naar eigen strakheid omdoen. En dan, ja, het is wel echt heel ideaal. Wel heel blij met dit bandje. Hij zit ook niet zo... Als je het originele bandje erop doet, dat zit zo heel erg, dat zweet heel erg. En dat heeft deze niet, dat vind ik fijn. De douche die is, ik heb hem ontstopt. Ik had het idee dat het water nu wel wegliep, maar dat ga ik dus natuurlijk straks testen met douchen. Dus dat is nog even de vraag of dat gelukt is. Ik ben ook heel blij met de kaars die ik nu bij het daar heb geplaatst op het hoekje daar waar het lichtje van opa staat. Vond ik wel een mooi eerbetoon zo met aan, omdat het natuurlijk de kaars van de dienst was. Ik ben heel tevreden met wat ik allemaal heb kunnen doen. Ik ga zometeen eventjes relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en ik hoop dat het goed gaat. Maar daar krijgen jullie morgen een update over. Dan ga ik eten. Vanavond in goede tijden kijken in het perfecte plaatje. Ik denk nog even gamen. Dan ga ik de vlog inplannen, thumbnail maken, blogpost schrijven. Ik hoop nog wat foto's voor het artikel van vrijdag alvast bewerken. Dan ga ik mijn Netflix-serie kijken. En vanavond is weer tijd voor oogappels. Daar heb ik heel veel zin in. Dus dat wordt eigenlijk de planning voor vanavond. Ik ga nu als een malle de camera erop op de oplader leggen. Want die is zo goed als leeg. Dus ik ga nu dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is vandaag 12 oktober. Ik ben klaargemaakt. En ik zag zoiets leuks. Kijk, ik heb dit mandje gisteren opgehangen. En kijk wie erin ligt. Lieve tijger. Normaal gesproken ging Mickey altijd in dat mandje liggen. Want die had dat mandje eigenlijk een soort van toegeëigend. Die ging er altijd in liggen, vooral als de verwarming aanstaat. Maar ik heb hem gisteren opgehangen. Toen ik uit bed kwam, lag tijgertje daarin. Dus dat vond ik wel echt super schattig om te zien. Echt leuk. De grote vraag natuurlijk over de douche. Die heb ik gisteren natuurlijk ontstopt. En ik ging douchen en het water liep gewoon weer weg. Dus dat is super fijn. Dat vond ik echt een heel groot pluspunt. Want ik vond het echt wel heel vervelend dat het niet weg wou lopen. Maar ik was zo blij dat het gewoon weer wegliep. Dus ja, dat heeft geholpen. Dus daar ben ik super blij mee. Want ja, dat was toch wel heel vervelend. Elke keer zo'n bijna zwembad in je douche. Dus ja, super fijn. Vooral omdat het, als het zoveel in de douche liep, ging het ook naar mijn slaapkamer toe. Dus dat was natuurlijk niet zo fijn. Maar dat is gelukt. Ik heb gisteravond naar Goede Tijden gekeken. En daarna het perfecte plaatje was wel weer leuk. Ik heb nog even een spelletje gedaan en toen ben ik eventjes mijn blogpost gaan schrijven. Heb ik de vlog ingepland en een thumbnail gemaakt. Nog wat foto's bewerkt voor het artikel van morgen, dus dat ging al wel lekker. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Nog 2 afleveringen, dan is die uit. En ik heb wel zoiets, ik ga hem nu uitkijken omdat ik er bijna doorheen ben. Maar ik zou niet opnieuw kiezen. Nee, dat niet. Sommige mensen die kunnen een serie meerdere keren zien, maar deze absoluut niet, vind ik dan. Toen ben ik nog even oogappels gaan kijken. En het leuke is, die zijn genomineerd voor de televisiering. Die wordt vanavond uitgereikt. Vind ik altijd superleuk om naar te kijken. En ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen. Ze zijn genomineerd samen met de BNB voor Liefde en de Oranje Zomer. Ik denk zelf wel dat de BNB voor Liefde er vandoor gaat met de ring. Maar ik ga zelf stemmen op oogappels, want dat vind ik gewoon echt een superleuk programma. En ik gun het hun heel erg. Toen ben ik nog even mijn boek gaan lezen in bed en toen ben ik gaan slapen. Maar ik had een nare droom, een beetje weer een nachtmerrie, dus dat was eventjes minder. Ik werd een keer vroeg wakker, toen ben ik even naar het toilet gegaan. Toen ben ik nog wel even door gaan slapen, maar het was niet zo heel fijn. En nu moet ik wachten tot mijn coach een berichtje stuurt hoe laat zij er is. Want dat weet ik nog niet. Het is echt heel erg aan het regenen buiten. Dus het longt ook niet heel erg om naar buiten te gaan. Maar nou ja, goed. We moeten toch weer eventjes de boodschapjes halen. En ik baal nu een beetje dat ik mijn bistro setje nog niet heb binnengehaald. Want die regent nu natuurlijk super nat. En de komende dagen blijft het regenen. En die had ik eigenlijk al op moeten ruimen. Vorige week dacht ik, oh, die moet ik even naar binnen halen.
ja, was ik weer met andere dingen bezig, is er weer bij ingeschoten. Ja, en nu denk ik, nu zou die eigenlijk naar binnen moeten, maar nu moeten we nog maar even wachten. Want nu is die zo nat, dan heb ik weer een hele inloop hier binnen, dat is niet zo fijn. Maar goed, ik ga jullie in ieder geval nog wel eventjes meenemen met boodschappen doen. Nu ga ik nog gewoon eventjes wat dingetjes doen en wacht ik gewoon rustig of tot ik een berichtje krijg. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Van de boodschap. Ik doe echt mijn schoenen uit. Het zit gewoon lekker binnen. Het is best wel nat geregend. Ondanks dat we paraplu hadden. Maar ja. Zo. Ik ga even de boodschap pakken. Ik heb allereerst cola. Er valt een tas om. Dan heb ik bakboter. Hier de Felix. Ik heb bij de trekpleister een tochtrol gekocht. Met poesjes erop, want het tocht dus heel erg bij mijn voordeur. Het is ook niet helemaal goed afgedicht. Toen dacht ik, kan ik er beter een tochtrol voor zetten. En ook deze leuke stickertjes. Alvast voor de kerst weer voor op het raam. Van Francine. Die vond ik wel leuk. Dan heb ik boontjes, toetjes, een Glorix toiletblok, ik heb champignons gehaald, ik heb dus verse voor de pizza straks, die heb ik bij de goudren net gehaald, ik weet niet, misschien heb ik te veel, maar dat moet ik even kijken. Blijf daar maar even vanaf, eigenlijk. Toen was ik heel blij, want ik had dus gezien dat ze bij de Zeeman van die soort truien hadden zonder mouwen. Dus heel lekker. Het zijn dus deze, zoals nog in mijn maat. Die hebben dus geen mouwen, maar hebben wel een kolletje, dus dat zit lekker warm. Dus je hebt wel een hele lekkere warme body en dat is gewoon heel erg leuk voor onder een blazertje of zo. En een zwarte. Daar ben ik wel heel blij mee, want ik dacht dat ik ze niet meer zou kunnen vinden, maar ze hadden ze nog. Het meisje die hielp bij afrekenen zei ook, oh leuk zei ze, hè? Ik zeg ja. Dan hebben we de latte opschuimmelk. Slavinken. Oei, ik zit niet zo lekker. Kattenbrokken weer. Spekjes. Kippenpootjes. Chocomel. Aardappelkroketjes. Pizzabodems. Dat is wel handig als pizza maken. Ik heb de Super Crunch patat gekocht, want die was in de aanbieding. Daar had ik er twee van meegenomen. Aardappelschijfjes. Hier baal ik een beetje van, want ik had een zak zout. En die moet ik nu even weg. Of suiker, sorry. Maar die onderkant die lekken dus altijd. Dus alles zit er een beetje onder. En nog Rivella. Dus dat waren de boodschapjes. Ik ga de spulletjes even opruimen. Dan ga ik nog wel even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Vanavond kijk ik Goeie Tijden en de televisiering, want dat vind ik dus super leuk. Dus ik ben heel erg benieuwd wie er gaat winnen. Misschien nog even een spelletje. Ik zie hier nog een champignon op de grond liggen. Die leg ik even weg.
Kijk ook hoe groot ze zijn. Heel groot. Ga ik foto's afmaken. En de Netflix serie verder kijken. En daarna nog even Videoland. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Gisteravond nog iets heel engs trouwens. Ik had de katten eten gegeven en vers drinken. Ik loop langs de roze kattenbak heen en ik denk, hé, wat zit er toch voor bruins op? Kwam ik dichterbij, was het een bruin beest, heel glimmend. Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan denken moest, maar ik vond het een heel raar beest. Kon er niet zo heel veel mee. Ik heb hem weggehaald, maar had ook van die voelsprieten, dus wel weer een beetje eng. Maar goed, ik ga eventjes lekker wat drinken in de relaxmodus en ik zou bij deze dan in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 13 oktober. Ik ben klaargemaakt. Gisteren, ik voelde me gewoon heel blij met mijn nieuwe pullovers. Ik zag dat ze op internet helemaal uitverkocht waren. Dus ik had eigenlijk er geen hoop meer op dat ik ze in de winkel zou vinden. Dus ik was heel erg blij toen ik ze vond. Dat vond ik echt super leuk. Dus ja, dat was ik gewoon super blij mee. Gaf me gewoon een heel fijn gevoel. Nou ja, het eten was iets minder lekker, want ik had de zwarmen uit de vriezer gehaald en dat smaakte gewoon niet zo. Maar goed, het is nu in ieder geval op. Dus de volgende keer dat ik een pizza maak, haal ik gewoon weer verse zwarma. Maar ja, goed, ik dacht het moet ook op. Dus het, nee, maar het was niet zo heel lekker. Ik had toch te veel champignons ook. Maar goed, dat is dan weer een leer voor de volgende keer. Nou, ik heb lekker naar Goede Tijden gekeken en naar Televisiering Gala. Mijn favoriet heeft gewonnen, Oogappels. Super blij mee. BNB Vol Liefde was ook genomineerd. Vind ik ook natuurlijk super leuk om naar te kijken. Maar ik dacht, Oogappels is nu al best wel een aantal jaar onderweg. Dus ze zijn nu met seizoen 5 bezig. Ze gaan volgende week beginnen met het opnemen van seizoen 6. Dus ik dacht wel echt, ja, ik was gewoon heel erg voor Oogappels. Ik heb ook op hun gestemd. Dus ik vond het super leuk dat ze gewonnen hadden. Het werd gepresenteerd door Peter Pannenkoek en Jan Smit. En dat was ook wel verrassend. Peter Pannenkoek die gooide er natuurlijk allemaal grappen doorheen. En dat ik soms wel dacht, oei, dat is er best wel een beetje over voor Nederland 1. Of NPO 1 moet ik zeggen. Maar waar ik dan zelf wel heel erg om moest lachen. Maar ik vond het wel een heel leuk concept. Het enige wat me dit jaar een beetje tegenviel was... Ze doen altijd een moment dat ze de mensen herdenken die overleden zijn. Dit gaat wel alleen over presentatoren en acteurs. Maar dat vond ik dit jaar een beetje rommelig gedaan. Het was wel mooi met iemand die zong. En dan zag je die mensen zeg maar in de lucht die dan allemaal overleden waren. Maar het waren zwart-wit beelden. Dus nee, ik weet niet. Ik heb daar gewoon mooiere keren van gezien. Dat normaal heb ik ook wel dat ik denk, oh ja, het kan me ook nog wel eens aangrijpen. Maar dat had ik nu niet, omdat het me toch minder aansprak. Nee, ik vond het toch niet helemaal fantastisch. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik de foto's gaan afmaken met bewerken. Is allemaal gelukt. Toen ben ik lekker de Netflix-serie gaan kijken. Of nou ja, lekker. Ik heb vanavond de laatste aflevering. Ik vind het prima dat ik er doorheen ben dan. Toen nog eventjes Videoland. En toen ben ik naar bed gegaan. Heb een boek uitgelezen. En toen ben ik in slaap gevallen. Dus dat was prima. Ik ga nu de slaapkamer doen. Dus ik ga jullie daar weer bij meenemen. Eventjes weer lekker alles doen. En mijn bed lekker verschonen. Heerlijk muziekje aan. En we gaan er weer tegenaan. Dus ik ga eerst even de wassen in de droger doen, want die had ik voor vannacht aangezet dat die kon draaien met die witte handdoeken. Nadat die overstroming is geweest natuurlijk, overstroming, maar dat de boel een beetje overstroomd was van de douche. Dus die gaat even de droger in en dan ga ik lekker aan de gang, dus ik ga jullie gewoon gezellig meenemen. Zo, ik ben lekker klaar.
met alles opgeruimd en de kat eten gegeven. Ging op zich wel vrij lekker. Ik ging er eigenlijk wel makkelijk doorheen. Dus alles is weer lekker schoon. Dus daar ben ik wel blij mee. Ik heb altijd wel het gevoel als ik dan de slaapkamer heb gedaan dat ik meer een beetje snotterig ben. Omdat je dan toch wel wat stof hebt. Ik doe ook altijd even onder mijn bed dweilen. Want dan heb je daar ook al het stof weg. Maar je komt er niet zo heel makkelijk bij. Maar ik probeer het altijd wel. Maar het is nu in ieder geval allemaal weer lekker schoon. Eventjes nog weer wat was naar boven gebracht. De droger die draait nog, die is nog niet klaar. Dus brengt ook wel wat warmte naar binnen. Het is buiten 20 graden, maar het voelt eigenlijk warmer. Want ik was eens even naar de brievenbus geweest straks. En ik vond het echt best wel warm aanvoelen. Maar ja, goed, hoort er ook een beetje bij. Hadden ze ook wel gezegd dat het vandaag nog wel een beetje een warme dag kon worden. Maar het regent wel, want het waaide ook straks heel erg. Ik ben blij dat de slaapkamer weer klaar is. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks even lekker douchen en eten. Vanavond komt er geen Flikker Rotterdam, omdat je dus het Nederlands elftal hebt op NPO 1. Dus ik ga even de Big Bang terugkijken van gisteravond, want die had ik even opgenomen. Want ik vind dat gewoon een leuk programma om wel te volgen. Maar ja, ik wilde gisteravond graag een televisiering gaan laten zien. Dus ga ik dat eventjes terugkijken. Dan ga ik nog even een spel doen en dan ga ik mijn video in elkaar zetten en mijn blogpost schrijven. Zodat dat allemaal klaar is. Dan ga ik de laatste aflevering van de Netflix-serie kijken. En daarna nog even CMC. En dan ga ik naar bed een nieuw boek uitzoeken. En ik heb eigenlijk nog geen idee wat ik vandaag ga kiezen. Ik heb het idee dat het in mijn oog zit. Dat is heel vervelend. Hier. Dus ja, dat is het eigenlijk ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Eventjes in de relax-modus. En even een beetje ontstoffen of zo. En dan ga ik lekker mijn dingen doen. Dus ik zou bij deze dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 14 oktober. Ik ben klaargemaakt. Misschien hoor je het op de achtergrond, maar het regent. En ik had even een koude rilling. Het is heel raar. Straks scheen de zon en toen was ik even op zolder en toen hoorde ik daar op het dak het keihard regenen, wat ik heel gezellig vond. Dus ik dacht, oh, dat is een beetje de combinatie van regen-zon. Maar nu regent het inmiddels. En ik zag straks dus dat eigenlijk het tafeltje zo goed als droog was. Toen dacht ik, oh, dan had ik die alvast wel binnen kunnen halen. Maar ja, nu regent het weer. Maar misschien dat ik het dan van de week eventjes probeer te doen. Gisteravond heb ik eventjes de Big Bang teruggekeken. Dat was een leuke uitzending. Ik vind het een leuk spel. Ik vind het ook wel heel grappig. Dus dat was wel echt heel leuk. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten. Nou, dat ging eigenlijk allemaal wel vlot. Maar toen ging ik die blogpost schrijven. Dat ging echt super traag. Want mijn laptop was weer super traag. En ja, hij liep daardoor echt heel traag door, waardoor ik ook niet echt lekker de foto's kon invoegen. Uiteindelijk is het wel allemaal gelukt, gelukkig. En de video die staat ook al online, dus dat is allemaal fijn. Daarna heb ik eventjes gekeken naar de Netflix-serie. Die is dus afgelopen en uiteindelijk had ik door wie de persoon kon zijn. En daar had ik dus gelijk in. Een open einde, er zou nog een vervolg op kunnen komen, maar ik durf niet te zeggen of ik die wil gaan kijken, omdat ik het heel rommelig vond en ook best wel heftig. Daarna heb ik CMC gekeken, dat was ook de laatste aflevering. Alles is weer een beetje uitgekeken, dus ik kan weer op zoek gaan naar nieuwe series. En ik ben met een nieuw boek gestart, waar ik ook gelijk al wel lekker in zat, dus dat was ook wel heel erg leuk. Ik ga zo meteen de radiatoren doen. Ik heb ze dus vorige week al in de primer gezet. Die beelden laat ik ook zien. Dus mocht je denken, hé, je doet alles achter elkaar. Nee, dus ik heb die radiatoren in de primer vorige week al gezet. Die hebben goed kunnen drogen. En nu is het tijd om de echte definitieve verflaag eroverheen te sprayen. Dus ik hoop dat het pakt. In de keuken ben ik niet zo bang voor, maar in de douche wel. Want die heeft wel echt hele nare plekken. Dus ik ga het gewoon proberen. Weet je, wie niet waagt, wie niet wint. Dus ik ga jullie daar gewoon in meenemen. Ik ga eerst even stofzuigen en de boel een beetje aan kant maken. Dan ga ik mijn verfkleren aandoen. En dan ga ik daar eventjes aan beginnen. Dus ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Oké, ik heb even wat spullen gepakt om de verwarming in de primer te gaan zetten. En ik heb hier dus de primer. Het is wel een witte primer, maar ik ga er uiteindelijk nog met witte spray overheen. Omdat ik weet dat dat gewoon beter is. Ik ga hem eerst even schoonmaken met ammonia. Dan ga ik de boel even afplakken met plastic, zodat het niet overal heen gaat. Dan ga ik wel de primer eerst eventjes laten drogen. Een paar dagen. Maar als jullie dit zien, zie je dus wel gelijk dat ik daarna ook met de verf eroverheen ga. Maar ik heb het dus wel een paar dagen laten drogen. Maar goed, dan hebben we gewoon alles in één keer.
Dan ga ik met de handschoentjes, die trek ik aan, dan ga ik het eventjes insprayen. Dat in ieder geval de primer erop zit. En dan over een paar dagen ga ik hem wit sprayen. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ja, laten we daar eens aan gaan beginnen. Ik ga dus beginnen in de douche. Die ziet er ook wel het ergste uit van allemaal. Dus ik ga even wat dingen aan de kant schuiven. Dus die ga ik allereerst eventjes in de primer zetten. Dekt al best wel goed. Ik krijg niet alles geraakt, maar ik ga dus met de witte verf eroverheen. Maar ik vind het eigenlijk al wel een stuk beter als dat het was. Dus ja, dat vind ik wel heel fijn. Dan het eindresultaat van de verwarming. Hij is dus weer helemaal wit. Ik vind hem echt opgesleurd. Ook de zijkant heb ik meegepakt. En die kant zo goed als. Hier eigenlijk nog wat een beetje verkleuring. Maar het gaat ook wel heel erg druppen. Dus ik ben er eigenlijk voor nu wel heel tevreden mee. Mocht hij weer heel erg van gaan verkleuren, kan natuurlijk altijd nog weer een laagje overheen. Maar ik vind hem voor nu eigenlijk wel... wel super zo, dus daar ben ik heel blij mee. En ook die in de douche is helemaal opgesluft. Je ziet hier en daar nog wel wat lelijke plekken die je gewoon echt niet wegkrijgt met de verf. Maar het is in ieder geval veel beter als het was. Dus ik ben eigenlijk wel heel erg blij met het resultaat zo. Zo, ik ben klaar. Ik voel me weer een beetje high, want ik had even een mondkapje opgedaan. Ja, ik heb toch mondkapjes. Ik kan er net zo goed eentje gebruiken, maar er kwam de geur nog wel doorheen. Dus het heeft niet heel erg geholpen. Maar de verwarming of de radiatoren zijn in ieder geval klaar. Het waren ook de enige twee die gedaan moesten worden. En ik had aan de zijkant natuurlijk, zag ik dat het nog niet helemaal perfect was. Die heb ik toch nog even bijgewerkt, want daar was ik niet helemaal tevreden over. En nu dus wel. Ik ben heel blij dat die nu ook klaar is. Dus ja, volgens mij het was ook eigenlijk al wel redelijk droog. Ik heb weer zo'n vies vliegje hier. Want ik heb de spullen ook allemaal weer teruggezet. Dus dat is echt super fijn. Ik hang nog niet weer de tas met lege blikjes op. Dat laat ik nog eventjes voor wat het is. Dus dat doe ik dan morgen even. Dan weet ik zeker dat het helemaal goed droog is. Maar ik ben er heel blij mee. Alles is gewoon weer lekker fris en wit. En ja, ik ben in ieder geval heel blij. Ik had even de hoordeur eraf gehaald. Die heb ik er inmiddels ook weer opgezet. Dus eigenlijk helemaal top. Nou ja, ik heb dat tafeltje toch maar niet gedaan. Het begon toch weer te regenen. Dus misschien dat ik morgen nog even kan kijken. Maar ik zag dat er morgen ook aardig wat regen kwam. Dus ik ga het wel eventjes zien. Net eventjes wat zegeltjes weer opgeplakt en zo. Ik heb boven nog even wat gedaan. Dus verder eigenlijk allemaal top. Ik ga zometeen eventjes het handwasje aanzetten met wat nieuwe kleding.
Dan ga ik eventjes lekker relaxen en mijn nagellakjes straks afhalen. Ga ik lekker douchen. Daarna eten en dan vanavond kijk ik lekker naar de Alles Kunnen Vips en Ik Hou van Holland. En dan denk ik dat ik nog even een spelletje ga doen. En dan ga ik eventjes de vlog wordt groter gedeeld in elkaar zetten. Ik moet straks echt dat vliegje vangen. En maar even kijken wat ik verder nog ga doen. Eventjes kijken naar wat voor Netflix serie ik wil gaan kijken. Want ja, ik ben dus nog een beetje zoekende. En volgens mij is vandaag de preview van Een Grote Familie online op Videoland. Dus ik denk dat ik die even ga kijken. Ik weet dat ze om 9:30 hem vanavond ook uitzenden. Maar ik moet eventjes kijken of dat die eventueel op Videoland staat. Anders wil ik daarmee gaan beginnen. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Dus dat wordt het verder ook. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik moet ook de camera opladen. Want die is redelijk leeg. Prima. Dus dat ga ik nu lekker doen. Dus ik zou bij deze dan ook zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 15 oktober. Het is buiten echt maar 10 graden. Het is binnen nog 19 graden. En nu regent het buiten weer. Dus het betekent ook dat ik weer de bistro set niet naar binnen kan halen. Want die is gewoon weer echt super nat. En ik heb ook niet zo heel veel zin om in de regen te staan. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Dus die moet toch nog even buiten blijven. Ik heb gisteravond gekeken naar de Alles Kunnen Vips. En daarna Ik Hou van Holland. Was wel leuk. En ik heb nog even een spel gedaan. Ik heb de pootjes van mijn bril even aangedraaid. Die zaten echt super los en nu zitten ze gewoon weer strak. Dus dat is echt wel super fijn. Met dat kleine schroevendraaiertje die ik daarvoor speciaal had gekocht. Dat werkt wel echt. Ik moet alleen dan altijd even een lens in doen, want anders zie ik dus niks. Toen ben ik eigenlijk de vlog in elkaar gaan zetten voor het grootste gedeelte. Dat ging vrij traag, want ik wilde ook nog een persbericht online zetten. Die ga ik nog wel even afmaken vandaag, want het is dus niet helemaal gelukt. Toen had ik zoiets van, dan ga ik er morgen wel mee verder. Toen heb ik een nieuwe Netflix-serie uitgekozen. Behind Her Eyes heet die. Miniserie, maar ik zat er wel gelijk lekker in. Dus wel een hele leuke serie. Er zit wel iets in. De hoofdpersoon, in ieder geval de vrouw, die droomt steeds heel raar. Dus dat is wel heel raar om te zien en ze slaapwandelt. Dus dat vond ik even iets minder, want het is elke keer hetzelfde en je weet dus niet wat erachter zit nog. En daarna heb ik op Videoland naar de eerste aflevering van Een Grote Familie gekeken met Chantal Jansen. Ik vond het zelf wel leuk. Het was ook sinds gisteren volgens mij online, want ze hebben gisteravond de eerste aflevering op RTL 4 uitgezonden. Maar ja, omdat ik wist dat het ook op Videoland kwam, dacht ik, ik ga daar gewoon kijken. Maar ik vond het eigenlijk wel leuk. Ik las ook wel reacties dat mensen het heel erg rommelig vonden, omdat ze niet helemaal snapten hoe alles in elkaar stak. En dan moet je vooral denken aan de gezinssituatie. Daar kon ik op zich wel in komen. Maar ik vond het zelf wel heel leuk om naar te kijken. Ik ga zometeen even stofzuigen. En dan ga ik eventjes lekker de bakken doen. Even groente afhalen. Ga ik boven nog even wat doen. Want je hebt geen voetbal. Want Nederlands elftal moet deze week nog een keer spelen. En dan ga ik straks foto's maken en dan vind ik het ook wel mooi geweest. Maar ik hoop boven nog even verder te gaan. Maar ik heb het nu zo koud dat ik eigenlijk geen zin heb om wat te doen. Ik liefst zou ik onder een kleedje gaan zitten, maar dat is geen optie. Dus we gaan wel gewoon even wat doen. Dus ik laat straks wel even de fotospullen zien. Maar ik ga nu gewoon eventjes wat dingen lekker doen dus. Tijd voor de fotospullen. Ik heb hier allereerst deze Lion King Swirl Gloss van Pumbaa. Die ga ik nog eventjes fotograferen. Dan heb ik twee nagellakjes uit de Brave Metallics lijn van Catrice. En het afschuwelijk paletten van Fortnite ga ik doen. Dit zijn even de spulletjes. Hier ga ik eventjes foto's van maken. En dan is dat ook weer klaar. Dus daar ga ik nu eventjes mee aan de gang. Zo, kartjes hebben net lekker gegeten. Ik ben inmiddels net een ijsklontje geworden. Maar dat komt ook wel weer goed. Ik heb de groenten afgehaald. Toen ben ik naar boven gegaan. Toen ben ik bezig gegaan met het ordenen van de boodschappen. Dat is op zich wel redelijk gelukt. Ik ben nog steeds niet helemaal tevreden. Maar het is voor nu even oké. Ik wilde nog wat dozen verplaatsen. Maar dat ging gewoon niet zo makkelijk. En ik moest natuurlijk ook de foto's doen. Dus ik had zoiets, oké, laat ik nu dan ook maar gewoon naar beneden gaan. Zodat ik even op mijn gemakje de foto's kan doen. Toen heb ik die even geïmporteerd.
Toen ben ik nog even verder gegaan tot persbericht. Dus die komt vandaag nog wel ergens online. En nou, daar ben ik nu dus net even mee gestopt. Of nog een klein beetje van af te maken. Dan is het alleen eventjes er neerzetten en klaar. Dus dat ging op zich wel. En op zich voel ik me wel productief bezig geweest. Maar ik ben gewoon nog niet helemaal tevreden. Nee, het is gewoon nog niet helemaal hoe ik het hebben wil. Maar goed, ik ga proberen volgend weekend gewoon weer verder te gaan. Of van de week even als ik klaar ben naar de schoonmaak. Dat ik nog wat ga doen. Maar voor nu is het wel mooi geweest. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker warm douchen. Daar heb ik nu al zin in. Dan ga ik eten. Vanavond heb je om 8:30 het roer om. Ik dacht dat het afgelopen was. Maar dat hebben ze nu naar 9:30 gezet. Dan heb je om 9:30 een nieuw seizoen van Alberto Stegeman. Dat vind ik zelf altijd wel heel mooi, dus dat ga ik gewoon kijken. Ik ga mijn nagels even doen. Ik had die nagellak eraf gehaald, was nog best wel een klusje, maar het is gelukt. Dan ga ik even mijn foto's van mijn blogpost van morgen bewerken. Dan ga ik verder met de serie op Netflix. En ook weer met die andere serie op Netflix, die, of Videoland, die Vlaamse serie. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker relaxen. Want ik heb het gewoon echt heel erg koud en wil gewoon even lekker onder een kleedje op de bank zitten. En even rust. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 16 oktober. Ik ben klaargemaakt en ik heb een warme trui aan, want ik heb het ijskoud. Vandaag is de geboortedatum van mijn andere opa, die dus al lang geleden overleden is. En daar denk je dan toch eventjes aan. Hij zou, als hij er nog geweest was, volgens mij 92 zijn geworden vandaag. Nou, het is voor hem wel maar beter dat dat niet is gebeurd, want hij was ook ziek. Dus... ja, ik kan me niet voorstellen hoe de kwaliteit van leven voor hem was. Maar hij had er wel echt heel erg last van, omdat het iets met de hersenen was. Dus ja, dat... Ik weet niet precies meer of het, wat het nou precies was. Het waren die stofjakkes. Maar goed, ja, ik denk dat het voor hem niet heel prettig was geweest als hij deze leeftijd had mogen behalen. Want ik weet niet of hij dan überhaupt nog wat had geweten, maar goed... Je denkt er toch eventjes aan. En hij was 79 toen hij overleed. En nu denk ik toch wel van eigenlijk is dat ook best wel jong. Omdat je nu tegenwoordig best wel ziet dat mensen veel ouder worden, zeg maar. Dus daar, ja, daar dacht ik wel eventjes aan. Gisteravond heb ik naar het roer omgekeken. Dat was mooi. Dat waren twee mannen die gingen het roer omgooien naar een dorpje in Spanje. Was wel eventjes gedoe met de spullen, want het moest verscheept worden en met douane en inklaringen. Dus uiteindelijk hadden ze na 2 maanden een keer hun spullen, maar ook hun gereedschap en zo. Hun gingen zelf in de kelder wonen en dan gingen ze daar, zeg maar, daarboven hadden ze een studio gemaakt... En een ander appartement. En ze gingen ook tenten maken. En ze hadden een zwembad laten bouwen. Dus op zich allemaal wel mooi gelukt. En ze hadden er ook wel echt... ja, ze waren er zelf heel blij mee. Dus ik denk dat dat het belangrijkste is. Na Alberto Stegeman. Dat ging over afpersing. Ja, weet je. Ik had er een beetje een dubbel gevoel bij. Want afpersing, dat is natuurlijk nooit goed. Maar ik vond ook wel wat die man die afgeperst werd had gedaan ook niet helemaal oké was. Want hij had dus gewoon een vrouw en kinderen. En hij was dus op sites gegaan waar je dus eigenlijk niet op hoort te gaan zitten als je dus gewoon getrouwd bent of een partner hebt. Maar goed, hij was blijkbaar op zoek naar lust en weet ik het allemaal. En ja, daar is hij de verkeerde tegen het lijf aangekomen en die begon hem af te persen. En als hij niet zou betalen, dan ging hij het iedereen vertellen. Dus die man die was daar een beetje bang voor, dus die had inmiddels heel veel geld betaald. Toen wilde die man weer geld hebben, 4000 euro. Toen ging hij dat met behulp van Alberto Stegeman, gingen ze dat dus doen. Maar dan moest hij ook steeds foto's sturen of zijn locatie doorsturen. Dus foto's van het geld, van de zijkant, dat hij het echt had. Locatie doorsturen, waar hij zat. Er werd heel erg gecontroleerd. De binnenkant van de auto moest hij foto's van sturen. Dus volgens mij vertrouwde die afperser het zelf ook niet. Maar uiteindelijk, de eerste keer ging het niet goed. De tweede keer hebben ze hem kunnen arresteren. Dus dat was wel fijn. Maar ja, net wat ik zeg, ik voelde een beetje dubbel. Omdat ik ook wel zoiets had van, ja, maar je was ook van plan om... overspel te plegen. En dat vind ik, kan ik ook niet goedkeuren. Maar goed, afpersing natuurlijk ook niet. Ik heb mijn nagels gedaan. Ik weet niet of jullie het lekker zien. Want ik zit precies met mijn hoofd zo in de zon.
Kan ik dit anders doen? Nee, want ik zit op elk moment in de zon. Ik heb dit lakje, de Metallic Brave Nail Polish van Catrice in ieder geval op. Het is de naam 03 Million Dollar Baby. Maar goed, dit is niet echt lekker voor jullie. Goed, ik heb daarna de foto's bewerkt. Ik moet nog even een nieuwe maken, want daar was ik niet tevreden over. En ben ik lekker bij serie gaan kijken weer, Behind Her Eyes. En zie mij graag op Videoland. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. Maar ik had het in bed dus ook wel ijskoud. Maar goed, het zonnetje schijnt. Dus ik dacht, ik kan eigenlijk nu wel eventjes de bistro set ook naar binnen halen. Ik moet hier natuurlijk ook van alles doen, de katten bakken en zo. Maar ik dacht, die set kan ik wel naar binnen halen. Kan ik op schoonmaken en dan kan die naar boven. Want dan staat die gewoon weer binnen, want nu is het droog. En ik weet niet hoe het van de week weer gaat zijn. Dus ik ga jullie meenemen. Ik ga muziek aanzetten en dan ga ik hier eventjes lekker aan de gang. Dus ja, dat gaan we nu maar eens eventjes doen. Wel heel veel blaadjes. Die zou ik eigenlijk nog een keertje weg moeten vegen. Maar alles is nu super nat. In ieder geval is de tuinset weer binnen. En dat is wel heel fijn. Dan zie je gelijk weer wat meer ruimte. Maar ik vind het gewoon een fijn idee dat die binnen staat. Zo, ik ben weer lekker klaar. Katten hebben net gegeten. En ik heb alles opgeruimd. Ik ben heel blij dat de bistro set weer boven staat. Ik had alleen weer even moeite met het inklappen van de stoelen. Dus ik heb maar even een YouTube filmpje erbij gepakt. En ik hoop nu dat ik het volgende keer wel weet. Maar de kans is aanwezig dat ik het volgend jaar net weer zo fout doe. Bij gezondheid en welzijn. Maar goed, dat zien we dan wel weer. Uiteindelijk begreep ik hoe het moest. Het is weer schoon. Het staat boven. Ja, het is. Je ziet wel heel erg dat de regen erin is gaan zitten. Dus ik ga er nu gewoon vanuit. Nu het weer gewoon warm binnen staat. Dat het wel weer wat meer zal gaan opdrogen. Maar het gaat ook vriezen vannacht. Aankomende nachten heb je kans op lichte vorst. Vannacht heeft het volgens mij niet gevroren. Maar ik dacht, nou, nu is het droog, mooi naar binnen. Dus daar ben ik heel blij mee. Verder is alles ook lekker klaar. De douche is weer schoon. Vond ik ook wel lekker om te doen, omdat ik natuurlijk die verwarmingen had gedaan. Nou, de bakken zijn weer lekker schoon. En ja, alles is weer schoon. Want ik had wel weer het vakante nadeel. Als ik klusjes moet doen op het balkon of eventjes naar de brievenbus of zo moet, trek ik heel vaak Crocs aan. Dat zijn gewoon van die makkelijke schoenen, omdat ik normaal gesproken als ik thuis ben, heb ik in huis geen schoenen aan. Dus trek ik mijn Crocs aan, maar die laten altijd wel van die afdrukken achter op je vloer. Dat is altijd minder, maar ik heb alles weer schoon. Beetje hoofdpijn gekregen, maar dat zal wel weer wegtrekken. Ik ga soms in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon weer goede tijden in Chateau Meiland. Dat ga ik kijken. Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik even nog die laatste foto voor een blogpost maken. Zodat ik die kan gaan schrijven. Ik ga even kijken of ik op de laptop ga doen of wat dan ook. En dan ga ik lekker weer verder met Behind Her Eyes. En die serie op Videoland. Die Vlaamse serie. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Want het is echt een superleuk boek. Die ik ook weer moeilijk kan wegleggen. Zat ik gelijk weer lekker in. Dus dat is de planning. Ik ga die dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu echt eventjes in de relax-modus. Ik denk misschien eventjes een aspirintje nemen, dan ga ik eventjes rustig zitten. Want het is, ik heb misschien een beetje te veel gedaan, maar het was op zich wel lekker. En ja, toch wel gewoon heel blij dat alles nu weer lekker binnen staat. Dus goed. Bij deze dus, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 17 oktober.
Ik ben klaargemaakt, maar ik heb het zo onwijs koud nog steeds. Dus dat is minder. Mijn handen zijn helemaal koud. En op de slaapkamer is het ook echt super koud. Ik weet niet, volgens mij is het daar gewoon niet goed geïsoleerd of zo. Want daar is het echt wel kouder dan koud bijna. En ik word ook een beetje gek van al die fruitvliegjes. Want ik had er net één op de slaapkamer. Die kon ik tussen mijn handen slaan. Maar eventjes later kijk ik verder en er was er alweer eentje op de slaapkamer. Die kreeg ik dus niet zo makkelijk te pakken. Dus ik word er echt een beetje gek van die beestjes. Ik heb er ook nog nooit zoveel last van gehad als dit jaar. Ik ga toch eens even kijken of daar niet iets mee gedaan kan worden. Of er nog tips staan of zo. Of om dat op te kunnen lossen. Nou, gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna naar Chateau Meiland. Dat was op zich wel leuk. En ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven. En heb ik nog even wat boeken op de e-reader gezet. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken en mijn Videoland-serie. Dat was allemaal wel prima. Maar zoals ik al zei, ik had het dus gewoon de hele tijd koud. Maar dan moet je naar bed en dan zie ik er altijd tegenop. Dus ik ben letterlijk in bed gaan liggen met een badjas aan en een extra deken over me heen. Omdat ik het zo koud had. Nou, dat warmde gelukkig wel iets op. Maar ik vind het wel extreem. Ik ga even kijken hoe koud het nu is. Eventjes checken hoor. 12 graden. Dus op zich, het is niet... Ja, het is nog niet extreem koud, maar mijn lichaam die doet net of dat het keihard vriest, zeg maar. Dus ik zat te denken, ik ga straks gewoon eventjes alvast mijn sprei van boven halen. Want die heb ik als goed is boven liggen. Ik hoop dat ik hem zo even zie. Ga ik die op het bed leggen, want ik denk dat dat nu wel een goed idee is. Want ik had vorige week nog zoiets... 2 weken terug, toen dacht ik, nee joh, is toch helemaal niet nodig. Maar het is in één keer wel gewoon zo afgekoeld dat het eigenlijk best wel kan. Dus dat ga ik ook eventjes doen, als ik hem zie, hoop ik. Ik ga zometeen een video opnemen, als ik stofgezogen heb. Nou, dan ga ik dus even mijn sprei pakken. Dan ga ik nog even diamond painting doen, dus dat is vandaag de planning, dus vrij rustig. Dus ik neem jullie nog wel weer eventjes mee. Maar ik ga nu eerst gewoon eventjes mijn dingetjes doen. Zodat ik een video op kan nemen. Dus ja, ik ga daar nu eventjes aan beginnen. Zo, dit is beter. Die ligt er weer op. Wel een beetje gekreukt. Maar ik denk in ieder geval dat ik het houden weer een stukje warmer ga krijgen. Zo, katjes hebben net lekker gegeten. De video is opgenomen. Ik weet niet of het echt fantastisch is geworden. Ik vind het altijd lastig, want het is een creatieve video. En ik probeer er altijd heel erg mijn best in te doen. Maar ja, ik ben gewoon niet zo heel goed als misschien de echt professionele
mensen die dus echt speciaal creatieve video's te maken. Maar ik vind het wel leuk om wat creatieve dingen uit te testen. Dus ik heb nu weer wat uitgetest. Maar goed, moet ik maar even gaan zien met editen of dat het wat is geworden. Mijn sprei ligt lekker om mijn bed. Was nog even een zoektocht, maar ik heb hem uiteindelijk gevonden. Dus daar ben ik echt super blij mee dat hij er nu op ligt. Dus ik denk dat dat al een heel stuk scheelt. Ik zag ook trouwens dat hij ook in één keer is hij al naar 17 graden gegaan. En ja, dat betekent dus nog 2 graden. Dat ik eigenlijk met mezelf heb afgesproken dat de verwarming aan moet. Maar ja, ik vind het is pas nog geen half oktober. Dus ik vind het eigenlijk nog zo zonde. Maar ik moet maar even kijken. Ik zie hier weer zo'n fruitvlieg vliegen. Volgens mij had je in de supermarkt van die vaatjes voor fruitvliegjes. Volgens mij heb ik die vorige week nog gezien. Even iets kijken, maar ik weet niet. Volgens mij zijn ze nog best wel duur. Ik word er echt helemaal krankjoren van. Ik ga nog eerst wel even kijken of er nog een huistipje is wat je misschien zo al in huis hebt. Dus dat. Nou, lekker even de Diamond Patty gedaan. Was ook wel lekker. Die is echt nu bijna af. Dat zeg ik al heel lang, maar het schiet nu wel echt op. Toen hebben de katten net lekker gegeten. En nou, dat was het ook wel. Ik ga zometeen in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan, ik heb weer een beetje hoofdpijn, maar komt ook door de kou. Ga ik straks lekker warm douchen en lekker eten. Vanavond heb je weer Politie Rotterdam met Ewout. Ga ik kijken. Ik denk nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog afmaken. Mijn foto's bewerken. En dan ga ik lekker verder met de Netflix serie. Want daar zit ik zo lekker in. Echt super leuk. En dan ga ik nog wel eventjes mijn Videoland serie kijken. En dan ga ik lekker naar bed om een boek te lezen. Ik ben zo'n leuk boek aan het lezen. En ik stopte echt wel op zo'n punt wat ik eigenlijk nog door wilde lezen. Maar ik dacht nee, ik moet nu eigenlijk wel stoppen. Ik moet ook gaan slapen. Maar soms heb je dat je door wilt lezen. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor mensen. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je dit leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. En hoef je niks meer te missen. Ik heb gezien dat de afgelopen week zijn de abonnees echt weer heel hard gestegen. Dus echt super leuk. Super bedankt dat jullie weer massaal geabonneerd hebben. En ook welkom aan alle nieuwe abonnees natuurlijk. Nou, vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!